Sinds vandaag staat de ramp in de Japanse kerncentrale Fukushima te boek als een van de zwaarste ongelukken in de geschiedenis van de kernenergie. Want Japan heeft het ongeluk ingedeeld in de hoogste categorie van nucleaire incidenten, niveau 7. En daarmee heeft de crisis nu dezelfde kwalificatie als de Tsjernobyl-ramp in 1986. Ook al zijn er grote verschillen tussen beide ongelukken. Erg en nog erger. Het kan binnen die ene categorie 7 voor ongelukken. Toch zijn deskundigen het erover eens dat Tsjernobyl nog steeds bovenaan staat. Met meer straling en meer slachtoffers. Als één ding duidelijk werd tijdens de ramp van Fukushima, was wel dat de meeste mensen eigenlijk geen idee hebben wat nu precies bedoeld wordt met ioniserende straling en alles wat er omheen hoort. We gaan in deze film een aantal basisbegrippen duidelijk maken. En we beginnen het verhaal met de ontdekker van de ioniserende straling, dat is meneer Röntgen. Die kun je hier op de foto zien. En meneer Röntgen ontdekte de röntgenstraling waarmee hij eigenlijk als eerste foto's kon maken van de botten van mensen. Je ziet hier een foto van de hand van zijn vrouw. En het mooie was dat de botten bleven zichtbaar. En ook harde dingen zoals de trouwring. Maar het vlees, dat was niet te zien op de foto. Dus je kon door mensen heen kijken. We gaan in deze film een aantal dingen bekijken. We gaan ons bezighouden met de volgende vragen. Waar komt de ioniserende straling vandaan? Wat is ioniserende straling nu eigenlijk precies? En wat doet ioniserende straling? Goed. Waar komt ioniserende straling vandaan? Verreweg de meeste soorten ioniserende straling komen uit het binnenste van de atoomkern. De atoomkern is gevuld met protonen en neutronen. Toch kunnen daar processen plaatsvinden die ervoor zorgen dat daar straling vandaan komt. Om de atoomkern zitten natuurlijk de elektronen. Nou, daar vinden ook heel veel processen plaats. En we gaan die twee eventjes in detail bekijken. In de kern kunnen een aantal processen voorkomen waarbij straling de kern verlaat. Dat heet dan kernstraling en die kernstraling is ook altijd ioniserende straling. In de elektronenwolk kunnen ook dingen gebeuren waarbij licht gemaakt wordt. Dan kun je denken aan infrarood licht, zichtbaar licht, ultraviolet licht. Maar daar kan ook röntgenlicht gemaakt worden. En röntgenlicht is ook een ioniserende straling. Het is zelfs de enige ioniserende straling die niet in de kern van de atoom gemaakt wordt. We gaan even terug naar de kern van het atoom. Wat voor straling kan daar nou ontstaan? Er zijn een aantal soorten kunnen daar onderscheiden worden. We gaan er vijf bekijken. Ten eerste is daar de alfastraling. Alfastraling bestaat uit pakketjes van vier elementaire deeltjes bij elkaar. Namelijk twee protonen en twee neutronen. Die kunnen samen de kern verlaten. En als dat gebeurt, dan noemen we dat een alfadeeltje. Want eigenlijk zijn het dus gewoon deeltjes. Maar in de volksmond heet het al snel alfastraling. Het is ook mogelijk dat er elektronen uit de kern komen. En dat is een vreemd verhaal, want we hebben net gezegd, in de kern van de atoom zitten alleen protonen en neutronen. We gaan later zien dat er toch processen kunnen optreden waarbij er een elektron gemaakt wordt. Wanneer een elektron de kern uitgeschoten wordt, dan noemen we dat beta-straling. En beta-straling komt er redelijk vaak voor en is dus een vorm van ioniserende straling. De derde soort straling is echt straling, in die zin dat het geen deeltjes zijn, maar soort elektromagnetische straling is het. Dat heet gamma, afkorting de Griekse letter gamma. Dat zijn dus zeer energierijke fotonen, lichtdeeltjes. Twee andere deeltjes kunnen ook nog losschieten. Het komt wat minder vaak voor in sommetjes. Maar het zou toch maar zomaar kunnen dat je zoiets tegenkomt. Een proton kan een kern verlaten. En dan krijg je kernstraling in de vorm van protonenstraling. En neutronen kunnen ook los de kern verlaten. Dit zijn de vijf soorten kernstraling die kunnen optreden. We gaan ze later in veel meer in detail bekijken. Maar we gaan ons eerst eventjes richten op de volgende vraag, namelijk wat doet ioniserende straling?
Het antwoord daarop is eigenlijk heel makkelijk. Ioniserende straling, en of dat nou een deeltje is, zoals een alfa of een beta deeltje, of een foton, een soort, zoals bijvoorbeeld een gamma deeltje. Al die deeltjes hebben genoeg energie om, wanneer ze botsen met een elektron van de andere kern, om dat elektron dan zo'n zet te geven dat hij loskomt van de andere kern. In het plaatje kun je dat ook zien. Een beta deeltje schiet op de kern. Nou, een beta deeltje is zelf natuurlijk ook een elektron. Die botst tegen het andere elektron aan, stoot het elektron vrij. Het beta deeltje vervolgt ook zijn weg. En wat je overhoudt is dus een atoom met een elektron te weinig. Die is dus geïoniseerd, het atoom. Daarom heet ioniserende straling ook ioniserend. Het heeft een ioniserend vermogen. Wat voor stralingsbronnen zijn er nu te bedenken? Nou, we maken onderscheid in twee soorten stralingsbronnen. Dat zijn de kunstmatige stralingsbronnen, gemaakt door de mens, en natuurlijke stralingsbronnen. En het verhaal is eigenlijk heel eenvoudig, want de kunstmatige stralingsbron, dan denk je eigenlijk al heel snel aan een kathode straalbuis. Dat zijn de buizen die je kunt vinden in een röntgenapparaat waarmee röntgenstraling gemaakt wordt. En alle natuurlijke straling wordt veroorzaakt door instabiele atoomkernen waarin iets gebeurt waardoor kernstraling wordt weggeschoten. Dus we hebben hier te maken met röntgen. En we hebben hier aan de andere kant te maken met de alfa, de beta en de gamma straling. Of eventueel een neutron of een proton wat eruit schiet. Bij röntgenstraling is het van belang om te weten wat er gebeurt. In de röntgenbuis worden elektronen worden versneld. Dat wordt gedaan door een heel hoog spanningsverschil tussen de kathode en de anode aan te leggen. In de orde van tientallen tot honderden kilovolts. Je geeft dan energie mee. Zo'n elektron versnelt dan, die krijgt heel veel energie mee. En die energie wordt omgezet in kinetische energie. Zo'n elektron krijgt enorme snelheid en botst met hoge snelheid tegen de kathode aan. De snelheid die hij daarbij verliest, die energie die hij verliest, wordt omgezet in een foton, in een lichtdeeltje. En dat foton, dat noemen we dan röntgenstraling. Dus een röntgenbuis. Daarin wordt straling gemaakt die niet in de kern wordt aangemaakt, maar in de schil om de kern heen waar de elektronen zitten. De alfa, beta en gamma straling die komen rechtstreeks uit de kern. Dan hebben we nog één term die ook wel van belang is, namelijk de achtergrondstraling. Het is toch al belangrijk om te weten dat ook als er geen kathode straalbuis in de buurt is en ook wanneer je niet hebt omringd door instabiele atoomkernen, dat er dan altijd achtergrondstraling in de omgeving te vinden is. Dat kan komen uit bouwstoffen, bouwmaterialen van het gebouw waarin je je bevindt. Het kan zich in de lucht bevinden. Het kan van uit het heelal op de aarde vallen. Het is allemaal niet van hele hoge niveaus, je hoeft je niet te zorgen te maken, maar straling is altijd in zeer lage dosis altijd wel te vinden om je heen. Goed, tot slot een plaatje waarin nog eens duidelijk gemaakt wordt welke soorten licht er zijn. Elektromagnetische straling heet het dan met een mooie term. Het plaatje kun je ook vinden in de BINAS in tabel 19AB. Je hebt de radiogolven en de infraroodgolven en het zichtbare licht, wat onderaan ook sterk uitvergroot is weergegeven. Die straling is relatief ongevaarlijk. Je kunt er wel iets mee opwarmen, maar het kan geen schade berokkenen. En hoe meer je naar rechts zit in het spectrum, ultraviolet, röntgen en helemaal rechts staat dan gammastraling, hoe gevaarlijker deze straling kan zijn voor de mens. Maar hierover gaan we later nog in detail veel meer bekijken.